Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Theater Speelhuis in Helmond. Akoestische popmuziek is helemaal terug. De songs van de huidige singer-songwriters vinden vaak hun oorsprong bij idolen uit de Woodstock-generatie, ruim 40 jaar geleden. De voorstelling The 70s Unplugged brengt je terug naar deze gouden jaren van de popmuziek met muziek van Fleetwood Mac, CSNY, Joni Mitchell, Simon & Garfunkel, Bob Dylan en vele anderen. Een muzikale memory lane, puur en ongekunsteld. The Best of Acoustic Pop Music op donderdag 13 april in Helmond. De poëtische en licht erotisch getinte liefdesroman Twee Vrouwen van Harry Mulisch uit 1975 is maar liefst 27 keer herdrukt en succesvol verfilmd. René Soutendijk, Chris Tatus en Roos van Erkel schitteren in deze toneelbewerking van dit spannende liefdesdrama, waarin een gescheiden vrouw een verhouding krijgt met een veel jongere vrouw. Dit zet haar leven volledig op zijn kop en als haar man het niet kan laten tussen beiden te komen, is dit de opmaat tot een aantal dramatische ontwikkelingen. Twee Vrouwen op zaterdag 15 april in Theater Speelhuis. De voorstelling Met andere ogen is een persoonlijke vertelling van acteur Bram van den Vlucht, omlijst door muziek van een klassiek violiste, namelijk zijn dochter, en twee jazzmuzikanten, waaronder zijn zoon. Een man ziet een schilderij die hij kent. Het doek hing zijn hele jeugd in zijn ouderlijk huis. Nu hangt het in een Volendams hotel. Hoe kwam dat schilderij in Den Haag, waar hij opgroeide? En hoe kwam het daarna hier? Langzaam doemt een beeld op van een gegoede familie in de vooroorlogse jaren. Een rijk leven dat abrupt eindigde in de Duitse kampen. Een autobiografische concertvertelling door een acteur met misschien wel de mooiste dictie van Nederland. Van der Vlucht & Co. met de voorstelling Met andere ogen op maandag 17 april in Helmond. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op theaterspeelhuis.nl.